Binnen het domein van evolutie kom je de Hardy-Weinberg-theorie nog wel eens tegen, het Hardy-Weinberg-evenwicht. En hoewel het eigenlijk niet zo'n lastige theorie is, blijkt in de praktijk toch dat mensen het vaak toch wel lastig vinden. Dus hier gaan we even goed kijken naar wat dat Hardy-Weinberg-evenwicht nou precies is en hoe je ermee rekent. We beginnen even vooraan. De eigenschappen waar we het over hebben, genotypes, die erven over volgens de wet van Mendel. En die wet van Mendel kennen jullie en we nemen hier even een simpel voorbeeld. Het allel is dominant of recessief. En dominante allelen komen tot uiting. Dit had Mendel ontdekt met zijn erwten. Neem twee konijnen. Dit zijn allebei donkergrijze konijnen. En we zeggen hierbij, een donkere vlagkleur komt door het dominante allel A. En een lichte vlagkleur door het recessieve allel A. We nemen deze twee konijnen. En deze konijnen hebben dan het genotype grote A, klein a. En zijn dus beide heterozygoot. Als deze met elkaar kruisen, krijg ik het volgende kruisingsschema. Ik zet ze tegenover elkaar uit. Ik voeg daarna de allelen bij elkaar. Dat betekent dat linksboven twee keer het dominante allel A voorkomt. Ik krijg dus een donkergrijs konijn. Rechtsboven krijg ik een dominant allel A en een recessief allel A. Het dominant allel komt tot uiting, dus een donkergrijs konijn. Linksonder hetzelfde verhaal. En rechtsonder heb ik twee keer een recessief allel en dus een licht konijn. In dit voorbeeld zien we dat er eigenlijk maar twee varianten van een allel mogelijk zijn. En in de meeste gevallen is dat eigenlijk ook wel zo. We hebben een dominant allel, in dit geval A, en een recessief allel, in dit geval een kleine a. De frequentie waarin ze voorkomen, die is samen 1. Er zijn geen andere smaken, dus als ik de hoeveelheid grote a'tjes die voorkomen optel bij de hoeveelheid kleine a'tjes die voorkomen, kom ik altijd uit op 1. We kunnen dus eigenlijk zeggen dat de frequentie van het dominante allel A plus de frequentie van het recessieve allel A 1 is. Nou, ik kan natuurlijk ook kijken naar de samenstelling van die twee verschillende allelen. En zoals we in het kruisingsschema zien, er zijn eigenlijk 4 varianten mogelijk. Ik heb twee keer het dominante allel A. Ik heb het dominante allel A en het recessieve allel A. Maar die twee zijn natuurlijk ook andersom. Ik heb twee manieren, en dat zie je in het kruisingsschema, twee momenten waarop het dominante allel A en het recessieve allel A bij elkaar kunnen komen. En ik heb twee keer een klein a, twee keer het recessieve allel. Ook hierbij kunnen we dus iets zeggen over de frequentie waarbij ze voorkomen. Want er zijn geen andere smaken, dit zijn de variaties die er zijn. Oftewel, de frequentie waarin ze samen voorkomen, die moet 1 zijn. Ik kan daarmee dezelfde formule toepassen. En ik kan dan zeggen, de frequentie waarin het dominante allel A samen voorkomt, plus de frequentie waarin het dominante allel A met het recessieve allel voorkomt, plus het recessieve met de dominante, plus de frequentie van twee keer een recessief allel, moet samen 1 zijn. Nou, nemen we dat even mee, dan komen we eigenlijk al bij het Hardy-Weinberg-evenwicht. En het Hardy-Weinberg-evenwicht is ontdekt door Hardy en door Weinberg en is een wetmatigheid in de populatiegenetica. Het is een methodiek om de verdeling van fenotypen en genotypen binnen een bepaalde populatie te berekenen. De voorwaarden die aan zijn populatie hangen, die zijn best groot, daar komen we aan het einde nog wel op, maar met deze wetmatigheid kunnen we dus iets zeggen over de hoeveelheid fenotypen en genotypen binnen een populatie. En dat gaan we even verder uitwerken. Het Hardy-Weinberg-evenwicht zegt dus, de frequentie van het dominante allel A met de frequentie van het recessieve allel A is samen 1. P is de frequentie van het dominante allel en Q is dan de frequentie van het recessieve allel. En als ik dat toepas op de bovenstaande vergelijking, kan ik eigenlijk zeggen dat P plus Q samen 1 moet zijn. Nou, hetzelfde geldt natuurlijk voor die andere, waarin ik de frequenties van de allelen samen bereken. Ook hier kan ik zeggen dat de P geldt voor het dominante allel A en de Q voor het recessief allel A. En die kan ik daar ook op toepassen. Let even op, er staat hier de frequentie van het dominante allel A en het recessief allel A. En de frequentie van het recessief allel A en het dominante allel A. Dus eigenlijk twee keer een heterozygote frequentie. En die mag ik samenvoegen, want dat is eigenlijk gewoon hetzelfde. Dus de frequentie van het dominante allel A en het recessieve allel A en andersom kan ik eigenlijk samenvatten tot twee keer de frequentie van het dominante allel A en het kleine a'tje. Dat betekent als ik kijk naar de frequentie waarin eigenlijk het homozygote dominante allel voorkomt, kijk ik eigenlijk naar twee keer de frequentie van het dominante allel A. En vul ik dat in met wat we net links gedaan hebben, P is de frequentie van dominant allel A, heb ik dus de frequentie van dominant allel A keer de frequentie van het andere dominant allel A, en dus eigenlijk P keer P, oftewel P kwadraat.
Voor diegene waar ik het net over had, die heterozygote variantie, hebben we dus twee keer de frequentie van het dominante allel A met het recessief allel A, is dus eigenlijk 2 keer P keer Q. En dus eigenlijk 2PQ. Nou, voor het recessieve allel geldt hetzelfde als voor het dominante allel, maar is het nu niet P en is het Q? QQQ is Q kwadraat. Vul ik dat allemaal in, krijg ik de vergelijking P kwadraat plus 2PQ plus Q kwadraat is 1. Dit gaan we toepassen in een voorbeeldje. Bij mannen is het gen voor een bepaalde vorm van kaalheid dominant en niet X-chromosomaal. Bij vrouwen worden alleen individuen die homozygoot zijn voor deze vorm van kaalheid min of meer kaal op latere leeftijd. In een steekproef van 10.000 mannen uit een populatie die in Hardy-Weinberg evenwicht is, hebben 7.225 mannen het genotype waardoor ze niet kaal zullen worden. Kaalheid op jeugdige leeftijd heeft geen invloed op huwelijks- en voortplantingskansen. Bereken voor een vergelijkbare steekproef voor 10.000 vrouwen uit deze populatie het aantal vrouwen dat helemaal niet kaal zal worden. Nou, dat klinkt vrij complex, is het op het eerste oog misschien ook wel, maar uiteindelijk als je dat Hardy-Weinberg rekenen een beetje onder de knie hebt, is dit niet zo heel lastig. Dus daar gaan we. Het eerste wat je doet, is het bepalen van een frequentie waar je mee kunt rekenen. In zo'n verhaaltje met een Hardy-Weinberg evenwicht staat er altijd wel iets van informatie over één van de verschillende frequenties. En hier staat, 7225 mannen op 10.000 mannen is niet kaal. En we weten uit het verhaaltje dat kaal dominant is. Dus alle mannen die kaal zijn, die zijn dus eigenlijk p kwadraat plus pq. Dat betekent dat ik dus q kwadraat weet. Q kwadraat is de frequentie waarin die mannen voorkomen. Oftewel, 7225 gedeeld door 10.000. En dan kom ik uit op frequentie van 0,7225. Q kwadraat is dus 0,7225. Nou, dat is in ieder geval fijne start. En als ik deze heb, dan is de rest vrij simpel. Want het eerste wat ik nu wil gaan doen, is de frequentie van P en Q bepalen. Q kan ik zo achterkomen, want Q is de wortel van Q kwadraat. En Q kwadraat was 0,7225. Dus Q is de wortel van 0,7225. Ja, dat is 0,85. En als ik Q heb, dan weet ik P, want P plus Q was 1, dus P is 1 min Q. En Q is 0,85, P is dus 1 min 0,85 en P is dus 0,15. Nou heb ik P en heb ik Q, en kan ik eigenlijk alle verschillende frequenties berekenen. Dus ik ga nu mijn vraag maar eens beantwoorden. En de vraag was, bereken voor een vergelijkbare steekproef van 10.000 vrouwen uit deze populatie het aantal vrouwen dat helemaal niet kaal zou worden. Belangrijk om nog even mee te nemen, de populatie is in Hardy-Weinberg. Het gen is niet X-chromosomaal. Dat betekent dus dat de allelfrequentie bij mannen en vrouwen gelijk is. Je mag er dus altijd van uitgaan, als er gezegd wordt het is in Hardy-Weinberg evenwicht en het is niet X-chromosomaal, dan is het altijd bij mannen en vrouwen gelijk. Ook als er niks gezegd wordt over X-chromosomaal, mag je ervan uitgaan dat het niet X-chromosomaal is. Dus de allelfrequentie bij mannen en vrouwen is gelijk. Let even op, er zat een soort van instinkertje. Hè? Vrouwen die worden alleen maar kaal wanneer homozygoot dominant zijn. Dat betekent dat ik hier dus alleen maar p kwadraat wil weten. Niet, zoals bij de mannen, eigenlijk ook pq. Vrouwen worden dus helemaal niet kaal bij 2pq en q kwadraat. Dus het dominante allel en het recessieve allel samen, dus bij heterozygoot en bij homozygoot recessief. Nou, 2PQ weet ik, want ik weet de 2 weet ik natuurlijk, P weet ik, dat was 0,85 en Q was 0,15. Dus deze kan ik simpel uitrekenen en de frequentie waarin 2PQ voorkomt is 0,255. Q kwadraat weet ik ook, want Q kwadraat is 0,85 keer 0,85. Dit is 0,7225. Als ik deze twee heb, moet ik ze bij elkaar optellen en dan weet ik de frequentie van de vrouw die helemaal niet kaal zal worden. Ik tel deze bij elkaar op en dan kom ik uit op een frequentie van 0,9775. De frequentie van die 10.000 vrouwen in deze populatie die helemaal niet kaal wordt, is 0,9775. En dit komt overeen met 9.775 vrouwen in deze populatie van 10.000 vrouwen. Heel erg veel dus. Zo zie je dat wanneer je eenmaal weet met welke van de 5 mogelijkheden P, Q, P kwadraat, 2PQ of Q kwadraat, als je die eenmaal hebt, dan kun je de andere allemaal zo uitrekenen.
Nou, ik heb het al een paar keer gezegd, hè, dat Hardy-Weinberg-evenwicht, hè, dat is een wetmatigheid en een methodiek om fenotype-genotype te berekenen, maar het is niet altijd geldig. Er zijn een aantal voorwaarden, en sterker nog, er zijn een paar hele strenge voorwaarden. De eerste is, organismen moeten diploïde zijn. Dat betekent dat ze van elke chromosoom er eigenlijk dus twee hebben. Binnen die populatie moet er ook sprake zijn van enkel geslachtelijke voortplanting. Er is geen seksuele selectie, oftewel vrouwtjes hebben eigenlijk geen voorkeur voor de mannetjes waarmee ze paren. Er is geen natuurlijke selectie, oftewel de natuur oefent geen invloed uit op welke genen moeten blijven in een populatie of niet. Nou ja, en deze twee voorwaarden alleen al, die zijn eigenlijk zo streng dat Hardy-Weinberg al bijna niet voorkomt. Want er is altijd wel sprake van een vorm van natuurlijke selectie of een vorm van seksuele selectie. De volgende voorwaarde is, en daar hadden we het eigenlijk al even over, hè, allelen zijn niet x-chromosomaal. Waarom is dit nou een voorwaarde? Kijk, vrouwen hebben natuurlijk twee x'en, dus dat maakt dan niet zoveel uit. Maar mannen hebben een x en een y, waardoor de frequentie bij mannen alweer net iets anders wordt dan bij vrouwen. Er ontstaan geen mutaties, want als het allel verandert, dan verandert natuurlijk ook de frequentie. En als de frequentie verandert, ja, dan heb ik er ook niet zoveel meer aan. En de populatie is groot genoeg. Met een populatie van 10, ja, daar kun je ook niet zo heel veel van zeggen, maar zo'n 10.000 wordt wel anders. En er is geen genetic drift. De genen moeten niet op een willekeurige manier zich zomaar een beetje gaan verspreiden door de populatie heen. De genen moeten gelijk blijven gedurende een volledige generatie en misschien zelfs wel meerdere. En er is geen immigratie of emigratie. En met immigratie komen er nieuwe allelen in de frequentie erbij. En bij emigratie gaan ze er juist uit. En afhankelijk van wie er weg gaat of bijkomt, kan dat nogal invloed hebben op de frequentie van bepaalde allelen. Oftewel, dit zijn zoveel voorwaarden die je eigenlijk niet terugziet in de natuur, dat je eigenlijk kunt zeggen dat Hardy-Weinberg niet of nauwelijks voorkomt in de werkelijkheid. Maar toch, het is een handige methodiek om allelfrequentie mee te bepalen. En daarvoor wordt het nog best wel eens gebruikt ook. Hoe werk je ermee? Je bepaalt in eerste instantie de gegeven frequentie. Die staat eigenlijk altijd wel in de tekst. Je moet een beetje zoeken. Als je die hebt, kun je P en Q eigenlijk wel berekenen. En als je P en Q hebt, dan kun je daarna heel simpel de vraag eigenlijk beantwoorden door de juiste getallen op de juiste plek in te vullen. Maar let op, er zijn dus heel veel voorwaarden aan het Hardy-Weinberg evenwicht. Ook dit is goed om mee te nemen op het moment dat je hiermee aan het werk gaat.